Yo kijkers, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe review op dit kanaal. Mijn naam is Ruine. Ik ben vandaag onderweg naar Lockwood in Antwerpen, want zij doen vandaag een raffle van de Nike SB Para. Die zien er dus zo uit. En ik denk dat er wel heel veel volk gaat zijn. Het is ook nog met after work drinks. Dus ik denk echt wel dat het echt een superleuke raffle gaat worden. Dus we gaan eens kijken hoe het hier ziet. We staan hier nog al best wel, misschien 20 minuutjes of zo. En daar aan het einde is de deur van Lockwood. En daar, achter de hoek zelfs nog, staan ze nog aan te schuiven. Dat is allemaal voor de SB Para. En dan zijn er straks ook nog die afterwork drinks. Dus ik reken toch wel zeker op een 200-300 man, voor zover ik kan zien. Zoals jullie net konden zien, heb ik ook even de schoenen laten zien wat ze hier allemaal aan hebben. Sommige mensen hebben echt super zotte dure paren aan. Maar I keep you updated. Hij staat echt verschrikkelijk ver, dus zoals je achter mij kunt zien, echt mega ver. En het is op dit moment nog, de raffle gaat echt bijna beginnen. De witte is voor de kleding en de roze. Rune. Jij bent Rune Gold, the famous one. Na ongeveer een uur wachten, denk ik, heb ik eindelijk mijn raffleticket gekregen. Je krijgt ook per persoon twee bonnetjes. Deze bonnetjes die kun je gebruiken om gratis te drinken bij de stand hier achter mij. Dus dat ga ik nu even halen. Consumptiebon gebruikt en een cola. Ze zijn dus nog altijd aan het aanschuiven achter mij. Ik ga eens even kijken dat waar de rij is en ondertussen ga ik jullie even wat meer vertellen. Het is ondertussen al 5:30 geweest. De raffle ging normaal starten om 4:00, die is dan pas gestart om 4:30. Dus ze hebben ongeveer een half uurtje vertraging, dus we zijn nu een uur bezig. En ik ga eens kijken waar de rij op dit moment staat. Het is echt zot, zoiets heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Ik ben nu een beetje verder in de straat, ongeveer aan de Komono winkel. Dat is eigenlijk aan het einde van de straat van Lockwood & Avenue. Oh, hier is die achter. Hier achter mij ook nog helemaal aan het aanschuiven. Dus ja, echt. Ik vind het zot dat we aan het aanschuiven zijn. Nu staan ze nog ongeveer tot iets voor de Carhartt winkel.
dus tot daar ergens staan ze ongeveer. Dat is echt zot. Zoals je achter mij kunt zien, zijn ze dus nog steeds bezig met de raffle-tickets uit te delen. De rij staat nog nu iets voor shoe class. Maar ja, die is natuurlijk zoals vroeger echt terug. Die stress, ga ik winnen, ga ik niet winnen. Dat heb je natuurlijk bij online. Je ziet ook niet de gezichten. Je weet niet hoeveel mensen er mee doen in de maat. Dus dit vind ik echt fijn. Ze gaan dus nu beginnen met de raffle. Beetje opgepropt. Ze gaan starten met de kleinste maten. Ik heb meegedaan voor 41, dus ik ben vrij in het begin. Dus hopen dat ik win, maar dus zo grote crowd, dat denk ik echt niet gaat lukken. Patroon. Dat zit dan ook aan de binnenkant van de tong, aan de insole en aan de achterkant. Ook zijn de swooshen uit leer ook mooi gedaan. En aan de voorkant de toebox en de midpanels, die zijn uit Nubuk. En ze komen standaard wit geleest. Gewonnen, maar het was echt super leuk om nog eens een install-raffle te doen. Hopelijk vond je deze video leuk. Zo ja, klik dan zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. Klik eronder ook zeker eventjes op die abonneerknop. En dan zeg ik zoals altijd, kijk eens, liken en subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video.